3, 2, 1. En we zijn los. Ha! Mooi. Goed zo. Welkom. Hey. Ik ben wat leuks op het spoor. En op mijn 15e las ik een boek over Leonardo da Vinci. En daarna is het nooit meer goed gekomen. Mijn ouders dachten op dat moment, mijn vader was onderwijzer, die dacht, je moet een vak leren en diploma's halen, dan krijg je later een baan, dan ga je dat doen. En dan kun je een vrouw vinden misschien, en een paar kindertjes maken, en dan kun je een huis kopen, en dan komt alles goed. Dat kon ook anders. En ik heb alle schooldiploma's die ongeveer die er zijn. Ik begon op de HAVO, toen moest ik naar de MAVO, toen ben ik naar de huisartsschool gegaan. Toen naar de MAVO, toen naar de HAVO, toen heb ik VWO gedaan, rechten niet afgemaakt. Oh. Toch een try-out-sessie, maakt niet uit. Ik heb het leukste ontdekt van het weekend. Er bestaat zoiets als certificaten die je kan halen als je competenties in het echt hebt verworven. Er is een van de afkorting voor van die letters die ik niet kan onthouden. EVC? Ja. En waar staat die voor? Externe verworven competenties. Externe verworven competenties. Dus ik heb van het weekend een nieuw project bedacht. Ik heb namelijk, verder kan ik formeel helemaal niks. En ik leg zo uit hoe dat komt en wat we daar kunnen hebben. Maar ik heb al heel veel dingen gedaan in mijn leven en heel veel fouten gemaakt. En ik was met iemand aan het kletsen en die zei, je moet voor de grap er dus een sport van gaan maken om zoveel mogelijk certificaten op te halen die je maar kan verzinnen. Dus misschien kan ik wel 7 of 8 diploma's van HBO of WO instellingen krijgen op basis van wat ik in de praktijk heb geleerd. De grap is, er verandert geen zak door, want ik heb niks aan diploma's, want ik wil toch een baan. En als je geen baan hoeft, wat moet je met een diploma? Dus dit is zij. Had ik net van ziek. Maar goed, terug naar Da Vinci. Ik las het boek over de gedachte van het universeel genie, homo universalis. En toen dacht ik, nou, een universeel genie, dat wordt het niet. Maar universeel prutser, dat ben ik al heel lang. Toen ik dat boek las, dacht ik, oh, je kunt ook gewoon alles doen in plaats van één dingetje. Nou, dat lijkt me veel leuker. Dus dat is een van de aanstichters van mijn manier van leven van doen. Dat hele leven van Da Vinci. Daar kom ik zo op. Dat is ook de grootste genie van de aarde. Een van de grootste, ja, maar ja, je moet het wel een beetje hoog leggen. Ik denk, ja, je kunt wel Branson nemen als idool, maar nee, deze is veel cooler. Ja. Want Branson, ja. En hij was een paar honderd jaar vooruit, hè, op allerlei dingen. Ja, dus de kunst is, wat is je hoogste ambitie? Hoe kunnen wij ook een paar honderd jaar vooruit gaan proberen te denken? Maar dat komen we nooit achter. Nee. Ik had een tweede held later ontdekt, en dat is deze. Seth Godin. Oh ja, ik weet niet wie hem kent, maar dit is de enige relevante marketeer ter wereld. Ja, dit is de enige marketeer die snapt dat marketing dikke onzin is. Hey. Ja, want marketing is een samentrekking tussen twee woorden. Markets en getting. Maar in de netwerkeconomie, waar het niet meer om bezit gaat, maar over toegang, gaat het niet om market getting, maar om market giving. Maar markcuffing, dat klinkt voor geen meester. Deze Seth Godin, ik ken hem, ik ben wel eens bij hem thuis geweest, die heeft in december iets heel aardigs geroepen. Hij zei, ja, als iedereen dezelfde spullen heeft, dan maken die spullen blijkbaar niet meer uit als strategisch voordeel. Als iedereen toegang heeft tot dezelfde productiefactoren, dan is dat niet meer het verschil. In het industriële tijdperk, zeg maar 20 jaar geleden, die age of scarcity, toen we nog dachten dat we in schaarste leven, depended in part of the advantages that came with owning tools didn't own. Dus dat was je concurrentievoordeel, als jij spulletjes had die anderen niet hadden. Time for a new advantage. It might be your network. Nou, leuk dat je heel veel mensen kent. En de mensen die jou vertrouwen, the connections that trust you. And it might be your expertise. Nou, fijn dat je expertise hebt vergaard. Leuk voor je. Hij zegt, but most of all, I'm betting it's your attitude. Met welke houding sta je in de samenleving? Met welke houding doe je zaken? Met welke houding engage jij met anderen? Ik was gisteren bij Rijn Vogelaar, misschien kennen jullie zijn werk en zijn boeken. Die houdt zich bezig met enthousiasme als fenomeen. En ik ben er echt inmiddels van overtuigd dat je moet wel een beetje iets kunnen. Ik bedoel, als het één grote ramp is, dan werkt het niet. Maar enthousiasme is volgens mij echt de deur waarmee je bijna alles open krijgt en dingen in beweging krijgt. Enthousiasme. Wat de link is tussen enthousiasme en passie, weet ik niet precies. Is iemand die dat al wel weet trouwens? Heb je dat vraag? Wat is eigenlijk de over... Ja, Steven. Enthousiasme is passie met ADHD. Oké, de woordgrap van de dag. Dus passie is enthousiasme plus ADHD. Die houden we in. Leuk. Die mag wel even getweet worden. Maar terug naar Seth Godin. I'm betting it's your attitude. Wat me bij mijn derde held brengt. En die held die heeft in 2002 iets krankzinnigs opgeschreven. Hoi, Pieter.
dat is Tim Sanders. Tim Sanders is een van de eerste, ik denk, directeuren geweest van Yahoo. En die heeft in 2002, dat is vet lang geleden, heeft hij een boekje geschreven. Het boekje heette Love Lives the Killer App. Dit boekje is op afstand een van de allerslecht vertaalde boeken die ik ooit in mijn hele leven in mijn handen heb gehad. In dit boek wordt het woord Love Cat vertaald met liefdesleeuw. Het boekje heette Managing met Liefde. Ik heb hem uit de ranch gehaald, alles opgekocht wat ik kon vinden. En dit najaar brengen we een remake van dit boek uit. De titel heet Lief zijn werkt beter. Lief zijn werkt beter. En Tim Sanders heeft zo zijn eigen definitie. En hij is echt een visionair. In 2002 heeft hij het erop geschreven toen het web nog maar aan het beginnen was, zeg maar. Hij heeft iets heel slims opgeschreven. En eigenlijk is dit, als je wil weten, die afstander, hè, hoe opereert hij nou, wat doet hij nou allemaal? Eigenlijk doe ik dit. Deze definitie komt het dichtst in de buurt van mijn manier van werken. Ik kom zo terug op dat visie. Hij zegt, love is the killer app. Wie van jullie weet wat een killer app is? Of nee, andersom. Wie heeft geen flauw benul wat een killer app zou kunnen zijn? Ik heb niet op de telefoon. Misschien weet je nog, ooit kreeg je voor het eerst een e-mailadres. En vroeger, 10 jaar geleden, was een e-mailadres krijgen gedoe. Dan moest je namelijk allemaal formulieren voor invullen, allemaal ingewikkeld, dat je denkt, laat maar. Tenzij je bij een groot bedrijf was en ja, dat is met e-mail ingevuld, gevoerd en dan kreeg je een e-mailadres. Maar wilde je een eigen e-mailadres hebben, dat was ooit gedoe. Voordat Hotmail kwam, dan kon je gewoon, hé, je gaat naar internet, klik, klak, klaar, hé, je kunt me mailen. Een killer app is een tool die zo fucking handig is, dat het dom is om hem niet te gebruiken. Die zo snel tractie krijgt, die zo snel opgepikt wordt, dat in één keer iedereen het heeft. Smartphones, killer app. Skype, killer app. Hotmail. Killer app. Destijds ICQ en later MSN. Killer app. Dat was een killer app. Maar deze gozer zei in 2002 al iets heel slims. Hij zegt, ja, love is de killer app. En dat bedoelde hij niet op een hippie-achtige manier. Dus voor alle happiness-lezeressen hier, even opletten. Hij zei, love is the act of intelligently and sensibly sharing your knowledge, your networks and your compassion with your business partners. Dus liefde is de daad van op een intelligente en gevoelige manier je kennis delen, je netwerk delen en je compassie delen met je business partners. Even voor de duidelijkheid, hij zegt dus niet mensen met wie je zaken doet, hè? Je business partners zijn alle mensen met wie jij engage de hele dag door, zakelijk en privé. Dat zijn je business partners. The secret to being a high impact leader, nou, wie wil dat dan niet? And the essence of individual and corporate success. Woehoe! Komt ie. Learn as much as you can, as quickly as you can, and share your knowledge aggressively. In het boek The Tipping Point over sociale epidemieën vertelt Malcolm Gladwell over mavens. Dat zijn mensen die voor hun hobby bij wijze van spreken de gouden gids uit hun hoofd leren. En dan zeggen, oh, dan moet je die even hebben. Dat zijn mensen die zo fanatiek bezig zijn met hun kennisdomein, of domeinen, dat ze niet anders kunnen dan de hele dag vertellen, hey, gebruik je Evernote, heb je dit knopje al gevonden, dat is fucking handig. Dus mensen die het leuk vinden om met de kennis die ze hebben, anderen te helpen. Als zaken doen uiteindelijk maar over twee dingen gaat, gunnen en vertrouwen, ja, dan moet je maar zoveel mogelijk mensen blij maken, denk ik. Gunnen en vertrouwen. Want als ik jou met de hele dag door geholpen heb met allemaal kennis die jij niet had en waar je heel veel aan hebt, is de kans groot dat je nog wat voor mij terug wil doen. En ja, dat is wel berekenende blijheid. Maar je kunt beter berekenend blij zijn dan oprechte vervelende chagrijn. Learn as much as you can, as quickly as you can, and share your knowledge aggressively. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om zoveel kennis te vergaren. Boeken zijn er oneindig. Tijdschriften kun je overal vandaan halen en online nieuwsmedia. Dus als je out of the box wil denken, moet je out of the box ontmoeten, maar ook out of the box lezen. Want de beste oplossing in een vakgebied komt altijd uit een ander vakgebied. Dus het gaat om het verbinden van werelden en die drempel om dat te kunnen doen iets lager dan ooit. Je hebt geen dure opleidingen meer nodig om het verschil te kunnen maken. De slimste tip die ik nu al aan je kan geven, ga geen boeken lezen. Ga koffie drinken met degene die het boek geschreven heeft. Want waarschijnlijk heeft diegene nieuw materiaal, is hij al lang met een nieuw boek bezig. Vertelt hij wat er in het oude boek staat, nou, heb je gelijk een samenvatting, krijg je de gezeerde versie gratis mee naar huis, huppakee, heb jij een netwerk er weer bij en weet je waar het nieuwe boek over gaat. Dit heb ik echt 15 jaar lang gedaan en in mijn kast staan letterlijk een paar honderd boeken van mensen die een boek geschreven hebben. David Allen, Getting Things Done, ik
ken ik. Seth Godin heb ik ontmoet, Tim Sanders nog niet, maar ik heb al die lui ontmoet. Het leuke is, tegen een boek kun je wel praten, maar de boek praat niet terug. Dus je kunt heel snel op die manier aan je eigen ervaring toetsen. En auteurs van boeken, ik ben er ook een, die zijn dol op aandacht. Anders hadden ze een boek geschreven. En die zijn dol op het vakgebied. Dus die doen niets liever dan, je drukt op de passieknop en ze beginnen gewoon te praten. En al die kennis die je kunt verwerven, die kun je dus op een hele makkelijke manier ook weer aan anderen geven. En doe dat dus proactief, zo fanatiek mogelijk, overal waar je kan. 2. Expand your network of people who share your values and connect as many of them with each other as possible. Dus ga op zoek naar mensen waarvan je denkt, oh, dat zijn mijn vriendjes. En als je er eentje gevonden hebt, dan zeg je gauw tegen de andere vriendjes, die zijn ook leuk. Ik sta op sommige plekken bekend als verbinder, dat is een deel van mijn werk. De slimste truc die ik weet, ik kom Bruno tegen, jou ken ik niet, stel dat ik jou nu even had ontmoet. Ik zeg, oh, Bruno, hij is ook heel leuk. Zij is ook heel leuk. Dan kun je dan stap je gewoon weer uit. Eén ding weet je zeker, die twee gaan sneller met elkaar praten en gaan niet door het hele kennismaking shit ding heen. Die staat gelijk een stuk dichterbij. Als je het gevoel hebt dat het klopt, hè? Even dichtbij je gevoel. Dus ga al die mensen onderling met elkaar verbinden. Dat is handig. De tijd is namelijk beperkt. Zeker niet van mij. En ik kom nogal eens hele leuke mensen tegen. Maar ja, ik heb daar niet zoveel tijd voor. Dus ja, leuk als wij straks even kletsen. Het klinkt waanzinnig, maar ja, ik heb nog meer te doen. Dus de slimste manier om bij jou in de buurt te blijven en jou in mijn netwerk zeg maar, te verbinden, is je aan alle leuke mensen voorstellen die je kent. Want dan ga je met ze afspreken en dan kom ik je vanzelf weer tegen. Dat is ook een manier trouwens om aan vertrouwensbanden te werken. Want als jij het volhoudt bij al mijn vriendjes in de buurt, de komende half jaar, ga ik niet meer nadenken of jij wat durft. Anders was je lang door de mat gevallen. Dat is een hekje trouwens. Werkt goed. En derde, be as openly human as you can be and find the courage to express genuine emotion in this pressure-filled world of work. Laat je emoties gewoon zien. Wees mensen. Dat was je al. Alleen je hebt ooit geleerd in je baan dat je allerlei gedrag moet vertonen wat niks te maken heeft met mensen zijn. Wat ik vaak doe als ik in een sessie ben en iemand doet iets stoms, dan zeg ik, hey, dat is niet lief. Moet eens kijken wat er gebeurt als je dit soort taal gebruikt aan een vergadertafel. Raken ze acuut in de war. Je kan zeggen, eikel, luisteren ze niet naar, heb je Japanse voor ontwikkeld. Je kunt allemaal beleidstaal uitkramen, allemaal verhullende taal. Je kunt zeggen, niet lief. Hup, gelijk op de backbone van die van je amygdala, dan denk ik, hoezo ben ik niet lief? Gaan ze anders nadenken. En de derde, en hier komt waardebepaling achteraf vandaan. Deze tekst, 2002. One last point. Behave this way. Not because you expect something in return, a quid pro quo, but because it's the right way to behave. And the less you expect in return for professional generosity, the more you will receive. Ik ben ooit begonnen met waardebepaling achteraf, omdat ik niet van vergaderen, offertes, sales, onderhandelen, al die shit hou. En overigens in een kennissamenleving, als consultant of als kenniswerker, heb je een anderhalf uur vaak wel door wat er moet gebeuren. En dan moet je 40 uur lang doen alsof voordat je fatsoenlijke rekening mag sturen. Dat is niet zo handig als je met je tijd efficiënt wil omgaan. En waardebepaling achteraf, even voor daar, dat werkt dus niet. Voor andere mensen. Voor mij wel. Want ik deed het niet om geld. Ik deed het om toegang. In de netwerksamenleving is toegang een krachtigere valuta dan geld. Je hebt ook geld nodig, dat gaan we nu even niet doen in de discussie. Maar toegang is handig. Want dat kun je weggeven zonder dat je er minder van krijgt. Terug naar die ene zin. Behave this way not because you expect something in return, but because it's the right way to behave. And the less you expect, the more you will receive. De meeste mensen die waardebepaling achteraf gaan proberen, willen wat terug. En als ze dat dan niet krijgen, dan worden ze boos. Of zijn ze teleurgesteld. Nou, ik heb geholpen en ik krijg helemaal niks. Boehoe. Nou, dan had je de verkeerde geholpen. Hey, Lieke. Lang geleden. Zeker weten. Dus, de kunst is... Maar je kan het nog sterker uitdrukken, dat stond vorige week op Twitter ergens. Je leeft pas echt wanneer je dingen hebt gegeven aan mensen waarvan je zeker weet dat ze niks terug kunnen doen. Ja, vanavond moet je even naar de lezing van Aukje Nauta, maar die heeft het over pro-sociaal gedrag. Ja. Dat is gedrag, empathie. Sociaal gedrag, waarvan duidelijk is dat je er waarschijnlijk zelf niks aan gaat hebben, maar dat je iets voor een ander zomaar gedaan hebt. Ja. Ik heb ontdekt afgelopen 20 jaar dat mensen het heel leuk vinden om elkaar te helpen. Ja. We zijn super sociaal met z'n allen. Ook asociaal, maar ook super sociaal. Ja, maar dat is een hele egoïstische daad, hè, eigenlijk. Ja, maar dat maakt je gelukkig. Even, altruïsme is de hoogste vorm van egoïsme. Ja. Want ik help jou en daar word ik blij van. Daar kun je allemaal een filosofische discussie over doen, gaan we nu niet doen. Maar wij zijn eigenlijk best sociaal. Als je 100 chimpansees in een Boeing naar Mallorca vliegt en hij landt,
dan zijn ze bijna allemaal dood of stuk. Stop je 100 super chagrijnige Nederlanders die elkaar niet kennen in een vliegtuig met te weinig beenruimte, die stuur je naar Mallorca, dat gaat bijna allemaal goed. Ze zijn ook heel intelligent. Wij snappen, het is geen goed idee om de boel in stuk te maken met z'n allen. Nee, dat zien we dan weer. Het duurt nog even en zijn we weer klaar. Die simpelzegen kunnen dat helemaal niet overzien. Dus geef weg wat je moeiteloos weg kan geven. Hallo, netwerksamenleving. Dat is je kennis. Dat zijn je contacten. En dat zijn je ideeën. En dit ben ik nu al een jaar of 12 aan het doen. En het is bizar wat je daarmee voor elkaar kan boksen. Ik krijg ruimtes als dit gewoon gratis. En Bruno die gaat vanavond een lezing houden. Waarom eigenlijk? Ik heb je gewoon gevraagd. Je krijgt er niks voor. Leuk. Leuk. Het is wel vanmiddag trouwens. Vanmiddag? Oh, ja. Oh, Alette die kan heel goed... Oh, Steven. Ja, niet dat er, maar ik vraag af, als je zegt, ik begrijp van jouw woorden dat waardebepaling achteraf niet echt een grote vlucht heeft genomen, toch? In Nederland? Nee, ik krijg heel veel verdrietige mensen aan de lijn. Is er een soort van opvolger zichtbaar? Is in geest een andere vorm van geld? Ik denk dat pay what you want uiteindelijk, misschien is het te vroeg, misschien over een paar honderd jaar pas. Ik denk dat pay what you want, als je niet bezig bent met transacties, maar je bent bezig met relaties, werkt die uiteindelijk beter. Want de feedback loop die is acuter. Je krijgt niks. Hé, blijkbaar was je niet van waarde of heb je het verkeerde geholpen. Ja, dat is handig om heel snel te weten, want dan kun je naar op itereren en kijken hoe het beter kan. Maar je hebt nog niet een soort van... Ik heb geen conclusie. Systematiek, methodiek daarin gezien. Nee. Oké. Okay. Dus we zijn aan het spelen. Het is een ongoing proces. Maar ik zou het over Da Vinci hebben. Want die dingen zijn volgens mij met elkaar verbonden. En Astrid Willems die zette mij op het spoor van de 7 principes van Da Vinci. Die heeft Da Vinci trouwens niet zelf bedacht opgeschreven. Er heeft een meneer gedaan die dacht, hé, hey, Da Vinci, volgens mij is dit het patroon. Dus dit komt niet bij Da Vinci vandaan. Maar het is wel leuk. Da Vinci had 7 principes en ik zie nogal wat overlap met gewoon met welke houding ga je die netwerk- en informatiesamenleving, je talenten en mogelijkheden verkennen en uitnutten en relaties met andere mensen aan qua samenwerken. En de eerste was curiosità. Ik ben niet zo goed in Italiaans, ik weet niet of ik het goed uitspreek. En een onverzadigbare nieuwsgierigheid naar alles. Permanent leren. Dus wees en blijf zo nieuwsgierig als je maar kan zijn naar alles. Wees gretig, wees hongerig. Nou, dat zei Steve Jobs ook in zijn speech destijds. Stay hungry, stay foolish. Blijf naïef en blijf nieuwsgierig. Dat is gaaf. Dan groeien, dan ga je allemaal dingen ontdekken en meemaken. Hey, hoor ik daar niet eigenlijk de helft van al die managementboeken van de afgelopen 10 jaar? De lerende organisatie. Hey, organisaties kunnen helemaal niet leren. Mensen kunnen wel leren. En als die mensen wat ze geleerd hebben ook nog weer gaan delen met anderen, dan heb je het zo allemaal meer. Maar dat doen ze dus niet in organisaties, maar die ZZP'ers wel, maar die gaan elkaar gewoon helpen. Dus dat is stap 1. Ik denk, hey, dat is geinig. Doe ik het lang. 2. Demonstrazione. assumptions are the mother of all fuck-ups. Dus alle niet getoetste aannames, dat is de bron van alle kwaad. Dus als je je aannames niet toetst, dat is echt levensgevaarlijk. Doe je allemaal aannames en stapel je andere aannames op en weer andere aannames. Maar als een van die aannames niet klopt, dan ga je überhaupt aan dat. Dus toets je aannames. Mooi principe. De hele dag, als je denkt, oh, het zit zo, dat je dan toch even verder gaat kijken, want vaak is het anders. Dus wees open en ga nadenken van, goh, ga de ervaring aan. Ga niet allemaal theorie bekijken en denk, oh, zo zit het. Nee, ga het uitproberen. Experimenteer met jezelf. Zelfonderzoek, klooien, kutten. Nou ja, wat al die nutsen moeten zijn. De derde. Sensazione. Hoe had hij dat ook weer vertaald? Dit ga ik dus de komende 2 maanden allemaal uit mijn hoofd leren. Hè? Dan komt het er heel vloeiend uit. Maar die heb ik toch niet betaald vandaag, dus je moet ook niet zeggen. Hij heeft het over de verfijning van de zintuigen. Train je zintuigen. Desnoods met paddo's en andere leuke spulletjes. Maar deed Da Vinci ook, hè? Die was echt wel van, experimenteren. Dan had hij echt nooit de Mona Lisa kunnen maken, hoor. Dan moet je echt wel goed stoned zijn, wil je zo in elkaar kijken. Maar hij had over de verfijning van je zintuigen. Hij was de hele dag bezig met het verfijnen van zijn motoriek. Train je lijf, train je zintuigen, train je spieren. Ga eens voor de grap door een gebouw wat je al kent met een blinddoek omlopen. Ga voelen, ga luisteren, ga horen. Ga kutten en klooien met je zintuigen. Wees je ervan bewust. Mag ik wel zeggen? Nee, ja, natuurlijk. Nou, weet je wat ik wel leuk zou vinden? Als je bij die puntjes, zeg maar in dat Italiaanse
gedoe, wou ik zeggen, maar dat is het niet. Even concrete voorbeelden wil noemen. Zeg maar van het nu. Want ik moet nu net denken dat jij zegt, ja, ga je zintuigen trainen. Mm-hmm. Moet ik opeens aan die Alexander Clubbing dingen denken, die bij Google was. Ja. En dat ze daar heel veel tijd hebben, dat ze gewoon mogen wandelen door het park om nieuwe dingen te bedenken. Ja. Dus toen dacht ik, hé, dat is dus eigenlijk een vertaling van dat nummertje 2, toch? Ja, ja, dan is het ook een try-out. Dan heb ik over 2 maanden gewoon een boek met allemaal praktische voorbeelden die ik ophang en dan die 7 principes. Ja, maar als er nu wat in je opkomt, kun je dat dan alvast Ja, ga ik doen. Hij zegt, live in the moment, practice mindfulness. Dus leef even in de... Ik denk, mijn god, dit is de helft van al die spirituele bladen zit gewoon in 1 zin. Leef in het nu. En sta even bewust stil bij alles wat er om je heen gebeurt. Kijk even naar wat er binnenkomt. Ga je ervaring aan. Ik denk, oké. Leuk. Dat vind je. Dit is leuk. Dit is de hel voor ambtenaren en bestuurders. Cryptic. A willingness to embrace ambiguity, paradox and uncertainty. Yay. Deal met paradoxen. Deal met onzekerheid. En die ambiguïteit omarm die. Want ja, heel veel mensen denken, ik heb een vaste baan. Maar dat is helemaal geen vaste baan. Terwijl iemand roept, hé, je bent ontslagen, is hij los. Dus een vaste baan is helemaal niet vast. Ik snap ook niet waarom iemand dat woord heeft bedacht. Ik heb een vaste baan. Wat zit er dan waaraan vast? En hoe lang dan? En hoe goed zit dat vast dan? En waarmee dan? Ik hoor wel eens mensen bij een presentatie van mij zeggen, hé, Martijn, je spreekt jezelf tegen. Ja, wat is het punt? Want ja, dingen zijn niet zwart of wit, 0 of 1. Ik bedoel, in de wetenschap zijn ze al bezig met kwantummechanica, met supercomputers, met deeltjes die 0 en 1 tegelijkertijd kunnen zijn. En wij kunnen dat niet zo goed. Ik weet niet waar dat ontstaat. Ik denk dat het te maken heeft met de nabijen van het christelijk geloof in Europa, dat we die dualiteit zo omarmd. Dus het is dit of dat. Nee, het is allemaal. En dit is heel moeilijk voor ambtenaren. Die komen tegen en die raken helemaal in de war. Het is een geweldig filmpje, ik zal hem even bijhalen, misschien kennen jullie hem, van Barry Schwartz. Ik kom op heel veel plekken bij de overheid en dan laat ik ze verplicht naar dit filmpje kijken. Dat gaan we nu niet doen. Maar dit is een heel gaaf filmpje, dat gaat over verloren wijsheid. En dat gaat precies over dit stukje van Da Vinci. Barry Schwartz zegt, ja, weet je wat het is? We hebben nu zoveel systemen en zoveel regeltjes, zodat er niks mis kan gaan, dat daardoor alles misgaat. En nu is het een klein beetje ook. Dus we hebben geen MBA-opleiding nodig. We hebben geen intelligentie nodig. Ja, ik ben heel slim. Fijn voor je. Maar wijsheid is niet hetzelfde als intelligentie. En dit filmpje gaat over... Ik moest echt een paar keer huilen toen ik het zag. Dus dat is even een waarschuwing vooraf. Ik zeg, ja, only a wise man knows the exception to every rule. Op elke regel zijn uitzonderingen. Omdat die regel is om iets gedaan te krijgen, iets te faciliteren. Niet om iedereen binnen die regels te laten lopen. Die regels zijn het gemiddelde, zodat het ongeveer goed gaat. En daar waar het niet goed gaat, moet je dat aanpassen. Ja, maar dan krijg ik een claim, want dan heb ik een precedent gemaakt. Nou, dan ga je ervoor staan en leg je bij de rechter uit waarom jij in dit geval een uitzondering gemaakt hebt. Omdat elk normaal weldenkend mens snapt dat dit een uitzondering is. Ja, dat is een uitzondering. Ja, maar hij niet. Dus we moeten af van dat we alle burgers gelijk behandelen. Het staat in de grondwet, maar er klopt geen zak van. Want we zijn helemaal niet gelijk met z'n allen. Wel gelijk waren, maar we zijn niet gelijk. Ja, niks is zo ongelijk als gelijke behandeling van ongelijk. Ja, en dat is fucking ingewikkeld om in het systeem te krijgen. Maar buiten het systeem kunnen we er wel mee gaan spelen. Nou, vond ik in elk geval een hele aard. Dealen met paradoxen en voor mij en onzekerheid. En laten we eerlijk zijn, het is onzekerder dan ooit. Maar als er een tsunami aankomt, hè? Er komt een tsunami aan. Wat is het slimste om te doen? Je ziet die zee zich terugtrekken. Je denkt, oh, heb ik geleerd. Zwembroek aantrekken. Dat kan. Zou ik niet doen. Als de zee terugtrekt bij een tsunami, wat doe je dan? Dan moet je de andere kant op rennen. Ja. Op zoek naar het hoogste stevige gebouw dat je kan vinden. En dan maar hopen dat het goed komt. Dat kan. En dan je zwembroek aantrekken. Ja, en je zwembroek aantrekken. Anders word je kleren nat, want dat is nog veel erger. Nee, je kan een surfplank pakken. Oké, dit wordt een leuke golf. En volgens mij is dat hoe we moeten dealen met deze tijd. Volgens mij is dat hoe we met alle onzekerheid... Die was er altijd al, die is alleen nu wat manifester en zichtbaarder. Volgens mij moeten we daarmee gaan dealen. Want hoe erg is het dat je iets niet weet? Ik wist ook niet vandaag hoe het af zou lopen. Ik wist niet of er überhaupt mensen zouden komen. Ik wist niet of jullie überhaupt zouden blijven zitten. Nou, natuurlijk is er maar één ontsnapt. Dus ik heb dit verhaal al verteld, hè? Ik ben aan het oefenen. Als je zegt dat het meer onzeker is dan uitzitten.
Is dat zo? Was het toen niet voor die mensen ook onwaarschijnlijk onzeker? Toen, ja, toen, ja, was heel lang geleden, hè, toen. Ja, nee, maar daarom, ja. Omdat je, je trekt ja. Die lijn meteen. Ja, dat vind jij, nee, in de middeleeuwen was helemaal een bende misschien. Ja. Nee, ik bedoel eigenlijk de afgelopen 30 jaar, dus wat we kenden. Hoe meer nu. Ja, dat is maar het maakt ook niet uit, want het is altijd nu onzekerder dan dat. Ja. Want nu is het kantelpunt van alles, dus ja. Ja, dus die onzeker, ja, dat is die paradox omarm ik bij deze. Maar je hebt wel een punt. Je hebt wel een punt. Trouwens even, dat was grappig, dat is een hele gave serie, heb ik net gezien, die heet Da Vinci's Demons. Misschien heb je die al, kun je op isohunter.com gratis downloaden als het hoort. Dat zijn 8 afleveringen. En we hadden de pest gehad in de middeleeuwen, omdat de renaissance waarschijnlijk niet kunnen gebeuren, hadden het veel mensen gehad, maar er gingen heel veel mensen dood, dus het ruimde lekker op toen. En toen was, hadden we geen landen, maar hadden we een stadstaat. En Italië bestond helemaal niet, maar je had bijvoorbeeld Napels en Venetië en Florence. En de paus die was de baas in Europa. In Europa bestond toen ook niet, dat woord volgens mij niet eens. Dat gebruikte ze toen niet eens. En die paus, dat was geen liefje. Tegenwoordig zijn ze ietsje liever, geloof ik, maar in die tijd was het niet best. Die waren zo corrupt als de pest, dus ik ken die serie de Mortias. En die hadden ook nog het monopolie op het geloof. Ja, zo zit het. Nou, dat is helemaal voor allemaal mensen slecht afgelopen, Galileo Galilei nog wat laat. En ze hadden ook martelmethodes. Nou, dat is toch niet lief? Alleen in Florence was er iets interessants aan de hand, zeg maar, het begin van de Renaissance. Daar had je de eerste, eigenlijk te grappig, de eerste bankiersfamilie van Europa, de Medici's. En nu natuurlijk weten we dat het helemaal uit de hand gelopen is dat bankiers gewoon ratten zijn. Maar toen waren het handige ratten. En die handige ratten die hadden half Europa gefinancierd, alle koningshuizen. Dus die konden gewoon in Florence tegen de paus zeggen, fuck you. Deed zo. Ja, dan niet in Italiaans denk ik. En die hadden heel veel geld. En dankzij de Medici's, die tegen de paus durfden te zeggen, fuck you, werden in één keer allerlei filosofische, occulte, spirituele, wetenschappelijke stromingen kwamen in één keer bij elkaar. Wat een ongelofelijke convergentie van technologie, kennis en ideeën. En Michelangelo is daardoor gefinancierd door de Medici's. Botticelli, Machiavelli was in die tijd een kutte. En Da Vinci was dus ook gesponsord door de Medici's. En volgens mij zitten we nu al een jaartje of 10, maar manifesten dan nooit, in een nieuwe renaissance. We hebben 1,1 miljard mensen op Facebook, we hebben 600-700 miljoen mensen op Twitter geloof ik, 200 miljoen mensen op LinkedIn. Die vormen samen een global brain, mind, daar kan Steven Kruiswijk urenlang over praten. Ga je dat nog doen vandaag? Pas wel. Als je dat leuk vindt, moet je straks met hem gaan lopen. Maar we hebben te maken met een nieuwe renaissance, een ongelofelijke convergentie van kennisgebieden, kennisdomeinen, velden. En dat is nu allemaal bij elkaar aan het komen. Dus volgens mij zitten we in een nieuwe renaissance, alleen de paus waar tegen wij nu knokken met z'n allen, die heet, niet de paus, die heet bureaucratie en regeltjes. Dus dat is de nieuwe vijand, die moeten we bevechten met z'n allen. Dat is eigenlijk trouwens heel makkelijk, je doet gewoon niet mee aan dit systeem. Dan zeg je, ik doe niet mee, daar hebben ze geen vat meer. Goed. Dat is een beetje losser dan normaal. Na de vakantie nodig ik jullie uit om nog een keer te kijken. En dan denk je, dat is een heel ander verhaal. Als het structuur is. Nummer 5. Misschien dat we wel vragen. Kan je dat oude verhaal doen? Ja, daarom film ik het. Dan kan ik het zo spieken. Ja. Dat is echt gewoon mooi. De kunst, Arte. De development of balance between science, art, logic en imagination. Dus linker en rechter hersenhelft combineren. Huh? Dat is de bonen toch allemaal aan doen met zijn denkhoedjes. Dat hoor je al 20 jaar. Creativiteit, innovatie. Dus een synthese tussen linker en rechter hersenhelft. Kunst en wetenschap. Hé, dat is toevallig. Permanent beta, dat betekent gewoon nooit af. Hè? Dat is een trucje van ons. Als je iets nou permanent beta noemt, dat is permanent in ontwikkeling, is het nooit af. Kunnen ze ook niet zeggen. Bridging brains, tech en culture. Bij elkaar brengen van linker en rechter hersenhelft. De kunsten, cultuur, intelligentie in wetenschap en technologie. Proberen we te doen, hoe dat moet, weten we niet. One way to find out, kunt de klooi uitproberen. Nummer 5 van Da Vinci dus. 6. Is leuk, dit is de hele yoga-beweging eigenlijk in de notendop. Corporalita, de cultivation of grace. Dat woord ken ik helemaal niet. Ambidextery, dat is dat je links en rechts bent, toch? Wat een mooi woord. Ambidextery. Oké. Okay. Fitness and poise. Iedereen zei. Zorg dat je met je lijf bezig bent. Als je die geest aan het werk wilt zetten, moet je ook goed voor je lijf zorgen. Moet je een goede spulletje opeten, moet je een beetje aan je lijf werken, een beetje mediteren. Zorg voor je lijf. Hoe wil je anders universeel genie worden?
hoe kun je, als je slecht zorgt voor je lijf, en als je niet mindful bezig bent, hoe kun je dan überhaupt je hersenhelften samen laten praten als je er allemaal vette troep in gooit? Nou, vond ik leuk. En de zevende, connexion. Een holistische benadering. Het samenhang der dingen. Alles is één. Hé, hey, er zijn hippies weer. Het holisme. Nou, dit vind ik cool. Dit ga ik de komende 2 maanden, ga ik dit dag en nacht, ga ik hier induiken, ga kijken. Zitten hier lessen in, die op een jippie-janneke manier aan iedereen uitgelegd zijn, waardoor je snapt, hey, in die netwerken en informatiesamenleving zijn de spelregels aan het veranderen, de organisatiemechanismes en principes zijn aan het veranderen. Misschien moeten we met een andere houding, iets bewuster, dan kijken we, oké, hoe ga ik van al deze gave mogelijkheden in één keer gebruik maken? En humor? Humor, ja, die staat er niet tussen. Dat vind ik heel belangrijk in de schappen. Humor? Ja. En hoe leer je humor? Want dat vraag ik me al heel lang af trouwens. Hoe je dat werkt. Hoe kun je humor leren? Enthousiast. Sorry? Het heeft heel veel te maken met het toetsen van je aannames. Zeg maar, dat je aannames, als je daar rustig van wordt, dat je dan zo een soort van humor kan aanboren. Oké, dus dat is de theorie van Steven. Als je dus, hoe zei het? Je boort humor lager aan als je al je aannames de hele tijd toetst. Ja, als je, volgens mij is stand-up comedy ook een soort hele snelle psychotherapie of zo. Omdat je een soort van die aannames expliciet maakt. Ja. En dan heb je een soort van bliksemschicht door ze van, oh ja, zo zit het. Dat is dan pijn. Oké, okay. In het Engels zeg je soms bij nieuwsgierige dingen, zeg je, aha, that's funny. Zo beginnen de meeste dingen. Wow, that's funny. Wat is grappig. Nooit over nagedacht. Nou, humor is een hele hoge vorm van intelligentie eigenlijk gewoon. Humor is een hoge vorm van intelligentie. Waarmee je heel veel verbindingen maakt. Nee, maar mensen tegelijk. Die laag. Wow, één tegelijk, dat is handig. Ja. Zal ik het zo doen dat ik aanwijs en dat die dan praat, zeg maar? Jij zegt... Jezelf, Katinka. Jezelf niet te serieus nemen. Ja, precies. Ja. Dat heeft niks te maken met onzekerheid. Om jezelf te belachen. Gewoon jezelf voelen met wie je bent, klaar. En ja, dan weet je dingen niet. Als jij hier had gestaan en je had een heel serieus verhaal af, dan denk ik dat heel veel mensen het voetgymnastiekje hadden gedaan richting deur. Ja. Ja. Punt. Omarmen en expliciteren van de ambivalentie. Ja, dus daar zit erin, dat is wat je met het omarmen van ambivalentie en humor is dan een soort instrument. Wat je daarmee kan ook weer gebruiken. Neem ik mee in mijn research, het hele humorste. Dankjewel. Ik zag daar een heel lange vinger, sorry. Lange vinger. Keurig vinger. Ja, nou ik heb niet van dichtbij gekeken, maar ik neem aan dat... ik ben toch nooit humor, heb ik net gehoord. Relativeren. Ja. En dat doe je eigenlijk als je jezelf kunt relativeren. Als je jezelf kunt relativeren, ja. Het gaat om associatief denken. Jij zegt meteen, ik heb de vinger niet gezien, tak, zag je? Humor heeft te maken met welke... Nooit een combinatie. Ja. Dus is dat humor inherent eigenlijk een creatief proces? Slim verbinden van, op een andere manier verbinden van wat er is, omdenken? Want eigenlijk de meeste, kennen jullie het hele fenomeen omdenken? Van Bertolt Gunster? Die zegt, ja, je kunt op allerlei manieren naar iets kijken, maar als je het kantelt, dan verandert er iets. En bijna altijd als je een omdenken voorbeeld hoort, dan moet je lachen. Dat je denkt, ha, zo had ik er nooit naar gekeken. Dus we zijn iets op het spoor, dat is fijn. Hij was eerst zo. Ik mis er nog 2, dat is genieten van hele simpele dingen. Dat houdt je bezig. En het andere is ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid? Ja. Dat was wat de medici dus deed tegenover de paus. Van ja. Ja. Nou ja, ik ben al jaren gefascineerd door het fenomeen loyale rebellen. In het systeem denken ze namelijk heel vaak dat iemand die buiten de lijntjes kleurt, oh die moeten we kapot maken en die moet eruit worden, stom, hup, onderdrukken. Maar als zo iemand niet loopt te fucken om te fucken, maar denkt, ja maar we moeten toch ook kijken of het ook anders kan. We hebben loyale rebellen nodig, mensen die loyaal zijn aan je bedrijf, aan de gemeente of whatever. En die maar andere... wel bezig zijn, maar wel rebelleren tegen hoe het gaat. En een andere invalshoek hebben. Ja. Op een andere manier kijken. Leuke aanrader is, die houdt vandaag geloof ik nog een verhaal, is Alette Baartmans. Die heeft vandaag een verhaal over geen school. Die helpt scholen met innoveren. En dat doen ze door te zeggen, ze nemen allemaal leuke meiden mee, die gaan dan een week lang naar je school, die nemen de school gewoon over. Die zeggen, hé, de school is nu van ons, geef hier maar met die sleutels. Wij gaan net doen of dit een plek is waar je dingen kan leren op een leuke manier. En dat noemen we dan geen school. Dus die doen een week lang alsof een school geen school is, maar een leuke speelplek waar je op een hele toffe manier dingen kan leren. Dus die is leuk. Dus wil je omdenken en wil je...
Alette Baatmans, die is hier vandaag geloof ik op mijn verhaal. Die, ik weet zeker dat ze hier is. Want we hebben namelijk bedacht... Eindmiddag is Alette er. Ja, en wij, vanmiddag hebben we een brainstorm sessie, want we hebben iets nieuws bedacht. Want dat werkt heel goed in school. En als dit kan, kan er meer. Dus we gaan na de zomer beginnen met geen gemeente. Dan gaan we gewoon een week lang een gemeente overnemen. En dat doen we even alsof de gemeente, dus de organisatie gemeente, een plek is waar mensen van de burgers geld krijgen om de burgers te helpen. Ja, wat een wonder. Wat zou er dan allemaal gebeuren? We hebben vandaag de eerste brainstorm daarover. Van wat gebeurt er als een gemeente geen gemeente is? Wie geeft die? Die geeft Alette samen met mij. Ja, en 31 augustus gaan we voor het eerst spelen. Ik, dat is leuk, staat op film. De gemeente Zaanstad die heb ik namelijk bedacht, we gaan af van beleidsambtenaren. We gaan beleid afschaffen en beleidsambtenaren. En dat zijn allemaal aannames die we niet toetsen. En toen zei ik, ik wil je wel helpen, free of charge. We komen gewoon helpen, maar op één voorwaarde. De kick-off is op zaterdag. Dan weet je namelijk zeker dat de ambtenaren die daar zijn, dat die echt willen. Dus en ze hebben barbecue en brainstorms, en we leggen wel een DJ en zo. Dus daar gaan we straks allemaal uitvogelen wat we moeten doen om een geen gemeente project te faciliteren. Doen voor de zo, het waren een beetje af, maar het ziet er nog best gezellig uit. Zag ik daar net nog ergens vingers? Net, of iets? Ja, oh jij, sorry. Ja. Heb ik een tip voor de mensen die wat meer over humor willen horen? Er is 4 dagen geleden een TED-talk geweest van Bob Menko. Die is de editor van The New Yorker en die kiest dus de cartoons uit. En die hebben altijd het stukje humor erin, dus die is erg goed. Bob Menko met dubbel F aan het einde. Anatomy of a New Yorker cartoon. Kan iemand even lekker twitteren vandaag? Dan, ja. Dan weet je met zo, dat is deze. Oh. Ze hebben nog geen subtitles, dus het is goed voor je Engels. Mooi. Volgens mij hadden we ongeveer 3 kwartier ingegaan voor dit soort praatjes. Is het een beetje leuk en geheim? Dan denk je van nou, ga zo doorgeven van Jetje of niet aan het begin, Martijn, dit wordt helemaal niks. Gaan we lekker doen. Oké. Ja. Dankjewel. Heel fijn dat jullie hier zijn vandaag. Again, ik zet het al tegen een paar. Buiten staat een vent te toveren met fotografie en glasplaten. Ik wist niet wat ik zag. Het is echt zoiets van, oh, kan dat ook? Die is hier zomaar. En voor de mensen die later binnen zijn gekomen, hebben we nog een nieuwtje. Vanuit Permanent Bedroom organiseren we bijeenkomsten die gaan over Bridging Range Tech and Culture. Die zijn allemaal vrij toegankelijk voor iedereen. Dus als je lid bent van de meetup groep, dat is gratis, krijg je de aankondigingen, kun je aanmelden. En zien wie er nog meer komen. En we hebben dus sinds kort hebben we een nieuwe locatie erbij. Niet alleen in Amersfoort, maar we hebben nu de beurs van Berlage erbij. In Amsterdam. En daar gaan we ook hele gave dingen doen. De komende paar maanden ben ik dat allemaal aan het uitdokteren en aan het plannen. En omdat ik in Groningen woon en wat minder wil reizen, gaan we ook in Groningen een permanent derde locatie openen. Daar gaan we vrij toegankelijke bijeenkomsten organiseren die we zoveel mogelijk vastleggen en filmen. Dus ik hoop jullie na vandaag op al die andere plekken ook te mogen begroeten. Als je iets wilt bijdragen, gooi het in de groep, schiet ons even aan, hartstikke fijn. Wat heb ik nog meer? Oh ja, vanavond is er iets leuks. Vanavond hebben we een nieuw boek. Een boek dat heet een boek over zelfsturing. Even kijken of ik het kan vinden. Zelfsturing.net. Ja. Het is een boekenbundel die heet De Pamfletreeks. Dit is nummer 3. En ik ben met Erwin Witteveen, met wie ik. Erwin heeft eigenlijk iets geschreven en ik heb bedacht wat erin moest. Dat is een prima samenwerking. En we hebben samen, zijn we de curator geweest van dit boekje. En we hebben 60, nou eigenlijk veel meer nog, maar we hebben 60 verhalen in een boek gebundeld. Van al deze mensen die je ziet. Een deel daarvan loopt hier vanavond rond. Vanavond is de officiële boekpresentatie ervan. We hebben 60 verhalen verzameld over wat is zelfsturing? Wat is zelforganisatie? Hoe werkt dat? Wat voor visies kun je daarover ontwikkelen? Hoe gaan we in godsnaam dit kabinet, dat ik niet meer weet, ik ga niet kanker op het kabinet trouwens, want een ander kabinet had het ook niet geweten. Dus even een andere discussie. Maar als de economen massaal roepen, we weten het niet meer. Als het kabinet roept, we weten het niet meer. Als daarmee eigenlijk de ambtenaren zeggen, we doen maar wat, we weten het ook niet meer. Dan moeten we het blijkbaar met z'n allen gaan doen. Dat heet zelforganisatie, zelfsturing. En we hopen dat dit de kick-off is van het verspreiden van al die inspiratie van dingen die er al zijn. Dingen zijn niet één kopieerbaar voor alles en iedereen. Maar dit is wel een mooi startpunt om al die inspiratie in Nederland inderdaad te gaan. Voor mensen die het al aan het doen zijn. Dus als je het vol kunt houden vandaag, dan kun je vanavond bij de boekpresentatie zijn. Dat zou ik heel leuk vinden. Dankjewel voor het luisteren en ik zie je straks vandaag. En zo wil je verder.